mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van RTV. Het is eigenlijk de carnavalspecial, maar we hebben een draai gegeven. Er zijn op het moment heel veel en ook echt heel veel mishandelingen bij uitgaansgelegenheid discotheek De Linde in Groesbeek. We hebben heel wat oproepen gekregen van ouders, bezorgde ouders en ook van de jeugd van tegenwoordig allemaal die zeggen: hey, jongens van RTV, Andy, we worden mishandeld, we worden eruit gezet, we worden gediscrimineerd. Ik heb zoveel verzoeken gekregen dat ik dacht van, hey, laten we daar iets mee gaan doen. Vanavond zijn we sowieso, waar we nu aankomen, bij de eerste slachtoffer. En daarna 100% gaan we naar de plek van delict, gaan we kijken wat daar allemaal aan de hand is. Want we willen natuurlijk wel een respons hebben van die gasten daar. Want waarschijnlijk dat wat er gezegd wordt, is dat de uitsmijters niet hun werk doen als dat ze horen te doen. Dus we gaan als eerste nu naar een vader. Een bezorgde vader die zelf ook geslagen is geweest. En daarna gaan we nog even iemand anders bellen waar we een telefoontje van hebben gehad. Eigenlijk een ongeruste moeder. En daarna gaan we zelf een research doen bij de Linde zelf. Dus komen jullie allemaal gezellig met ons mee. We zijn hier bij slachtoffer nummer 1 eigenlijk. Slachtoffer en vader. En natuurlijk een hele ongeruste vader. Want er zijn meerdere mensen uit Nijmegen en eigenlijk uit de regio's natuurlijk die al bij de Linde zijn geweest. En daar carnaval hebben gevierd, de kinderen ervan. En ook letterlijk en figuurlijk over de straat zijn getrokken. Nou, we hebben natuurlijk het een en ander op Facebook al gelezen. Vandaar dat wij ook op die oproep afkwamen van: hey jongens, wat is er allemaal aan de hand? Nou, we hebben hier een ongeruste vader, Erik, zitten. Die tegen mij zoiets heeft van: Andy, ik wil jouw verhaal wel eens even gaan doen. Letterlijk en figuurlijk voor de camera. We nemen hem natuurlijk vanwege zijn privacy redenen niet letterlijk in de camera, maar natuurlijk wel zijn verhaal wil te doen. Dus vandaar, Erik, jij hebt mij ik heb eigenlijk een oproep gezien op Facebook. Een situatie over, in principe ging het eerst eigenlijk over je zoon. Vertel, wat is er gebeurd? Klopt, ja, gisteren werd ik gebeld door mijn zoon dat hij mishandeld werd door de portiers van de Linde. Die dus de Linde is de uitgaansgelegenheid in Groesbeek. In Groesbeek, ja, waar carnavalavonden gevierd worden onder jeugdigen. Ja, je hoopt dat je kind er gewoon een normale manier daarheen kan. Dat bleek dus achteraf niet zo te zijn. Wat is daar gebeurd? Ik kan me voorstellen dat jeugdige mannetjes van 17, die hebben nog wel eens streken natuurlijk. Hè? Dus je kunt je bloed onder de nagels uithalen. Pubers? Ja, precies. Er kan af en toe wel iets gebeuren. En dan kun je die jongens ook gerust op aanspreken. En dan kunnen ze ook op hun gedrag aanspreken, dat ze gewoon normaal kunnen doen. Maar dat is daar niet gebeurd. Mijn kind is dus gewoon zwaar mishandeld. 70 meter over de straat getrokken en meerdere malen bij de keel gegrepen. Hoe oud is je zoon? 17. 17 jaar? Ja. En wat versta je onder zwaar mishandeld? Zwaar mishandeld noem ik mensen op de grond met vijf man vasthouden. En dan met stalen neus de jongen in zijn gezicht trappen. Letterlijk en figuurlijk in zijn gezicht schoppen. Met vijf man, dus in principe met vijf portiers. Ja. Hebben ze een jongetje van vijf portiers in principe, hebben een jongetje van 17 naar buiten getrokken, op de grond gewerkt en met stalen neuzen zijn gezicht bewerkt. Ja. Ze gaven hem dan 1 minuut om van het terrein af te komen. Maar ja, die jongen is in shock natuurlijk door wat hij meemaakt. Natuurlijk, die heeft hij misschien nog zo meegemaakt. Precies, dat verwacht je ook niet elke dag, hè, zoiets. Nee. Dat je zo behandeld wordt. En blijkbaar volgens die portiers was hij niet snel genoeg. En dan hadden ze hem een handje geholpen. Door hem bij de keel te pakken en meerdere malen op de grond te gooien. En terwijl hij op de grond lag, hebben ze hem bij zijn benen gepakt en hebben ze hem van het terrein afgesleurd over de grond heen. Over de tegels, over het asfalt. Ik denk een 70 meter van achter naar voor. Zoiets is totaal niet goed te praten natuurlijk. Nee, maar is daar van tevoren wel een opstootje geweest met jouw zoon en met iemand anders? Ik weet niet of er opstootjes onderling zijn geweest. Wat ik wel van Frans heb begrepen is dat er drank gestolen was. Frans is de eigenaar van de Linde? De eigenaar van de Linde, ja. Mede-eigenaar denk ik of zo, weet ik veel hoe het zit. Dat is ook niet relevant. Mm-hmm. Maar hij gaf dus aan tot de dingen. Maar natuurlijk komt hun met een weerwoord. We weten natuurlijk allemaal wel, hè? Carnaval, drankenspel, jeugd, pubers. Ja. Ik heb zelf ook een puberzoon van bijna 16. Dus je weet eigenlijk allemaal wel hoe het eigenlijk zit. Altijd drugstoelen voor die meiden. Ja. Maar dan is het nog niet, en vooral niet als volwassen uitsmijters, portiers eigenlijk, in Hollands mond een uitsmijter, ja, die daar eigenlijk ook jouw zoon de veiligheid moet waarborgen. Moet het niet zo zijn dat ze het recht in eigen handen mogen nemen dat ze een kind, want in principe praten we nog over kinderen van 17 jaar, met vijf volwassen kerels van, ik heb de foto's gezien, want ze zijn allemaal rond de 120, 130 kilo en 102 meter groot. Letterlijk even gelukkig een jongetje van 17 tegen de grond aan mogen werken, in elkaar mogen trappen, aan de benen over de grond heen mogen trekken. Ja, er wordt niks aan gedaan, zelfs tot nu toe nog niet. Er is tot nu toe nog niks aan gedaan, maar jij hebt wel aangifte gedaan? Of je gaat toch aangifte doen? Maar de situatie is, je zoon heeft jou natuurlijk, want die belt gelijk zijn vader. Die jongetje die is helemaal, die heeft zoiets van, wat gebeurt mij nou hier? Ik moet beschermd worden, want daar slaan ze me dood. Je weet me nooit, ze zijn ook wel.
Heel logisch dat hij zijn vader belt. Ja. Jij gaat daar naartoe. Jij wilt verhaal halen. Ja. Terwijl je op een nette manier verhaal komt halen. Ja. Wat pakken is toen pakken, pakken ze weer mijn zoon. Ze pakten weer jouw zoon? Pakken weer mijn zoon. Waar jij bij stond? Ja, waar ik bij ben. En waarom? En ze hadden niet in de gaten, denk ik, dat ik hem vader was. Maar ze pakken hem weer, omdat hij op het terrein loopt en hij daar niet mag komen. Pakken ze hem weer en, bij de nek. Dus hij zit op zijn knieën voorover gebogen met iemand achter op zijn rug. Ja, ik zie dat. Ik draai om uit woede. Ik loop naar die gozer toe en ik trek hem van hem af. Meer dat ik dat doe, krijg ik in een keer een klap achter op mijn hoofd met een MacLight. Dus op dat moment zie je dat jouw bloedeigen kind op zijn knieën wordt gezet. Ja. Want de portiers van de Linde hadden niet in de gaten dat jij zijn vader was. Waarschijnlijk. Misschien wel, misschien niet. Ja. Maar je komt, in principe kom je om je verhaal te doen. Ja. Je wilt ook netjes je verhaal komen doen. Ja. Terwijl je je verhaal komt doen, zie je dat je bloedeigen kind op de knieën wordt gezet. Dat volwassen. Letterlijk uit mijn rug kwamen ze aan. Ik heb niet eens iemand aanzien komen, dus ze kwamen gewoon vanuit mijn rug. Dat klopt, maar op het stukje eigenlijk, wat eigenlijk heel Nederland moet zien en weten, is gewoon dat er een jongetje van 17 jaar, ja, waarbij zo'n kind tussen de 60, 70 kilo, dat er een volwassen kerel, ja, van bijna 2 meter groot, 130, 140 kilo, bovenop het schoudertje van zo'n manneke zit, terwijl dat kind een klap heeft gehad. Vader komt gewoon even om te kijken wat is er aan de hand. Ze hadden het niet eens in de gaten dat het vader eigenlijk was. Hij wil gewoon eigenlijk zijn kind ophalen, want zijn kind die belt hem op. Uit angst, dus hij wil zijn kind ophalen. En op dat moment zie je dat je bloedeigen kind door zo'n volwassen kerel, een vreemde, ook nog eens een keer in de grond aangewerkt wordt. Terwijl je kind al onder het bloed zit. Ja. Nou, dan lijkt mij, dan ga je door het lint. Dus dat zou iedere ouder in Nederland gedaan hebben. Of dat je een ambtenaar een functie bent of niet. Ik denk dat iedereen zo, een echte vader of een echte moeder, die reageert zo. Op dat moment word jij van achteren aangevallen en krijg je letterlijk een figuurlijke MacLight op je hoofd geslagen. Ja. Terwijl jij nog helemaal niks deed, je trekt alleen maar iemand van je zoon af. Je hebt ook niet geslagen, je hebt niks gedaan. Als het daadwerkelijk iemand gewoon van hem afgetrokken en ze slaan je met een MacLight op je hoofd. Vandaar dat je ook die littekens hebt natuurlijk. Ja. Hoeveel hechtingen had je in je hoofd? Hechtingen. Twee hechtingen, kijk. Ik mag het een stuk laten zien natuurlijk, want dit is van zijn mishandeling. Dus als jullie hier goed kunnen kijken, zien jullie wat er eigenlijk met de MacLight gebeurt. Zelfs dat slaan ze hem ook hartstikke dood. Want het is toch best wel een flinke, ja, het is eigenlijk wel een doeltreffer geweest om te zien. Want hij heeft gewoon echt een hoefijzer, ja, echt een winkelhaak. Dus als dit eigenlijk mag hier in Nederland door portiers, hè, we gaan het natuurlijk even vragen en we krijgen de rest van de beelden natuurlijk ook te zien. Dus we gaan zo doen. Toch even. En mijn zoon is door vijf man aangevallen. En ik heb hem straks nergens gepraat, want ik wil alles goed, alles recht praten wat gewoon is. Ja, ik heb morgen weer een gesprek met de politie om een andere aangifte te doen voor mijn zoon. Dus ja, ik weet niet wat nou de bedoeling is. Nou, die vraag wilde ik jou eigenlijk stellen, wat is het? Ik ga aangifte doen en mijn zoon gaat aangifte doen. Nee, dat weet je alleen nog, want dan ben ik de enige die juist werkt. Ja, en verder doe ik niks. En verder doe ik tot nu toe nog niks. Nee, nee, ik moet knokken. Ja. Nee. Nee. Ja, oh, daar ga je in zekere zin wel goed. Ik wil stappen ondernemen tegen het personeel wat daar als knokploeg fungeert, maar niet als beveiligingsorde. Die mensen, ja, daar worden achter mijn hoofd geslagen met een MacLight. Dus 2 uur later is er weer een incident, er wordt een meisje volgens je zeg geslagen. Meisje is 14 jaar, is denk ik wel bij jullie bekend al. Snap je? Dat zijn allemaal van die dingen. En het vorig jaar was het hetzelfde. Mensen worden bij de keel gegrepen, er is niks aan de hand. Hij vraagt gewoon wat er aan de hand is. Nee, hij wordt zonder reden gewoon 80 meter over de straat met de rug naar voren getrokken, moet het terrein af, helemaal ongeschaafd, blauwe plekken, alles. Dus dit is gewoon echt, snap je? Ik word nu gehoord in de zin van gisteren dat ik met de politie in een gesprek ben. Ze komen terug en ze zeggen van ja, we hebben namen genoteerd en daar houdt het mee op. Hun worden niet gearresteerd, want het kan niet, want ze zitten bij een feest. En als ze de beveiliging weghalen, wordt het nog penibeler. Ja, wat moet ik daarvan geloven, snap je? Mij wordt dingen toegezegd, want ik hoor ook nog steeds helemaal niks. Dus ja, ik sta gewoon, eigenlijk sta ik er alleen voor. Ja, want ik word ook niet geloofd, want ik heb nog een achtergrond zelf. En dan hebben ze even... Ik zeg, ik heb nog een achtergrond zelf ook. Dit is dus de politie, die er nou de telefoon heeft, politie. Diegene zal het wel altijd gedaan hebben, snap je? En zo komt het bij mij over. Die eigenlijk de slachtoffer bellen. De politie belt nu de slachtoffer op, die eigenlijk klappen heeft gehad gisteren. Dat 5 man geslagen is geweest. Hoor maar. Ik vind het grove schande. En daarom wil ik verder niks kwijt. Ik wil alleen aangifte doen en kijken wat jullie daarmee gaan doen.
En ik wil de namen hebben van degene die daar de beveiliger zijn. Dus met goed recht neem ik aan om erachter te komen. Als ze het niet loslaten, dan moet ik toch op een andere manier erachter komen. Hij bedoelt wel met de juiste stappen. Ja, oké. Nou, ik ben niet zo technisch beschaafd en hoogbegaafd om netjes uit mijn woorden te komen. Want ik ben echt geëmotioneerd daarover. Ik zit me nog steeds heel erg hoog. Ik heb er gewoon pijn in mijn buik van, de hele dag. En ik denk alleen maar aan dat. Ik heb gisteren gezien met mijn eigen ogen hoe ik mijn kind behandelde. En dan word ik zelf ook nog, terwijl ik mijn kind kom ophalen, word ik zelf ook nog met een MacBuit achter op mijn hoofd geslagen terwijl ik nog een paar hechtingen in mijn kop heb. En dat is dan mijn dank, om mijn kind op te halen. Dus in principe gaan de vader aangifte doen, wordt s'avonds opgebeld omdat hij een oproep heeft gedaan op Facebook. Puur van hij weet iemand wie die daders zijn, de namen, om een aangifte mee te nemen. Dat lijkt me toch duidelijk. En dan is het de politie die belt, die dan gelijk alles opvat van, met andere woorden van, hé, je bent een oproep aan het doen om problemen daar te veroorzaken, wat dus niet zo is. Dus op dit moment heeft natuurlijk de politie het erom. Elke situatie van een kind, de veiligheid, gewaarborgd moet zijn. Of dat je kind nou uitgaat, of dat je kind naar de school gaat, maar vooral een uitgaansgelegenheid. Als jij weet dat je kind gaat stappen. En er kan altijd wel dat die pubers een opstootje zijn. Dat hebben we natuurlijk allemaal gehad, we zijn allemaal geliefdjes geweest. Maar het moet wel zo zijn, jongens, als je weet dat je kind weggaat, dat je kind dan niet mishandeld wordt. En natuurlijk, daar hangt er overal wel een verhaal aan, die gaan we nou ook natuurlijk uitzoeken. Maar we weten natuurlijk allemaal wel dat ik vind dat het OM hier zeker iets mee moet gaan doen. Dus voor alle ouders, lees de licenties goed over een discotheek of waar je kind ook naartoe gaat. Als jij wilt dat je kind zeker in veiligheid ergens fatsoenlijk kan gaan stappen, lees eerst alle licenties voordat je überhaupt je kind wel laat gaan. Want je laat je kind ook niet van het kleuterbadje gelijk al in het diepe springen. Dus ik vind voor iedereen, ga eerst even goed kijken, doe je huiswerk voordat je je kind echt naar een discotheek toestuurt. Ik heb hier een oproep gekregen van een jonge dame. Ook weer een discriminatie en een poging mishandeling. Weer een uitgaansgelegenheid te Linden. Natuurlijk willen we allemaal weten van wat heeft deze persoon te vertellen. Het is een jonge dame, dus we gaan ze bellen. Dus we zullen het allemaal natuurlijk wel horen, want het is alweer de zoveelste slachtoffer. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar waarschijnlijk worden de kinderen daar, ook de meiden, letterlijk en figuurlijk naar buiten gegooid. Ik ga ze bellen. Die toestemming hebben we ook. Ja? Goedenavond, Mandy. Hoi. Hoi. Hey, ik heb jouw oproep gehoord in verband de Linden. Vertel, discriminatie en ook jij bent naar buiten gegooid 2 dagen geleden met de carnaval, geloof ik, waar je mij vertelde. Ja, dat klopt. Vertel het verhaal. Je bent naar buiten gezet. Wat is er gebeurd? Ja, nou, als eerste komen jongens met lange haren niet binnen. Jongens met lange haren komen niet binnen. En waarom niet? Ja, ik weet echt, ja, als ik geslapen naar achter is, komen ze niet binnen. Ik weet ook niet waarom. Dus het is gewoon discriminatie in principe? Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. En wat is er nog meer gebeurd? Ja, wat is er nog meer gebeurd? Wat is er met jou gebeurd? Ja, als je maar één, ja, je wordt gewoon heel snel uitgezet. De wakers doen, slaan alles je zomaar. Dus de portiers die slaan je gewoon uit het niets eigenlijk? Ja. Duwen en slaan. Dus in principe gaan ze niet eens met jullie een gesprek voeren. Het is gelijk. Nee. Nee, ze gaan niet een gesprek met jou aan. Ze gaan helemaal geen gesprek met jou aan. Wat komen ze doen dan? Niks. Ze duwen je gelijk weg, ze slaan je gelijk weg. Niet. Dus in principe komen ze op je aflopen, ze duwen je weg of ze slaan je weg. En als je vraagt, vraagt waarom ze je eigenlijk aanraken, dan gaan ze helemaal op je inslaan. Ja. En hebben jullie al een gesprek gevoerd gehad met de eigenaar van die uitgaansgelegenheid, van de Linde? Ja, Frans Derks. Frans Derks. En wat is daarmee? Ja, hij is helemaal erg, zou ik zo zeggen. Ja, weet je, kan je er meer over vertellen? Ja, hij is eigenlijk een van de velen die niemand... Hij zit al bij de deur, zij laat sowieso echt bij niemand binnen met lange haren of met een tintje of zo. Dus in principe, dus mensen met een kleurtje, dus eigenlijk een buitenlands persoon, die laten ze niet binnen. Dus als je echt blank bent, mag je binnenkomen. Maar heb je een kleurtje, mag je niet binnenkomen. Ja, daar moet je heel wat voor doen, wil je als buitenlander binnenkomen. Zoals wat moet je dan doen als buitenlander om binnen te mogen komen? Ja, of je moet tot krijgen, de politie erbij of zo. Ja.
precies. Maar eigenlijk heb ik heel veel op internet gelezen over de Linde. Ik heb heel veel recensies gelezen. En ook over de vechtpartijtje wat de afgelopen carnaval natuurlijk de laatste paar dagen gebeurd is. En dus vandaar ook op jouw oproep. En ja, we gaan gewoon kijken wat we mee kunnen doen. Maar ja. wat hoop je zelf dat er mee gaat gebeuren? Ja, dat weet ik echt ook niet. Wat zou je het liefst willen dat er gebeurt een keer daar, met die portiers en met de eigenaar, wat daar gaat gebeuren? Ja, dat hij zelf ook helemaal gewoon te worden geslagen. Dat hij gewoon een keer merkt en voelt hoe het eigenlijk werkelijk is. Dat hoopt de jeugd natuurlijk allemaal, omdat ze natuurlijk allemaal door hun elkaar geslagen worden. Maar ja, we gaan gewoon kijken op een net en normale manier, kijken hoe we het op kunnen lossen. En hopen dat jullie gewoon normaal daaruit kunnen gaan, toch? Dat hoopt natuurlijk voor iedereen. Nou, heel erg bedankt voor dat we je even mogen bellen en mogen spreken. En we gaan kijken hoe we ermee kunnen. Hey, fijne avond. Ja, oké, doei doei. Doei. Nou, je hoort het hier weer. Het is een jonge dame van net 15 jaar die in principe eergisteren bij de haren is gepakt, naar buiten is gegooid. Ze gaat haar verhaal halen, wordt op de ingeslagen. Haar broer heeft lange haren, die mocht niet naar binnen. Haar vriend heeft lange haren, mocht ook niet naar binnen. Andere jeugdigen die erbij liepen, die een kleurtje hadden, een tintje hadden. Dus in principe mogen wij ook, ik met mijn cameraman, niet naar binnen. Dat horen we natuurlijk heel veel daarover, over de Linde natuurlijk in Groesbeek. Dus ja, ik heb gewoon zoiets van jongens, laten we dus gewoon naartoe gaan om te vragen wat er eigenlijk werkelijk aan de hand is en kijken wat er aan de hand is. Nou, ik ben heel erg benieuwd. We gaan er nou gewoon naartoe. Het heeft me te lang geduurd. We gaan gewoon ons verhaal doen. En hey, ik wil wel eens weten onze Frans te vertellen. Hey, maar kom je vaak hier? Jawel man. Ik hoor dat er veel gediscrimineerd wordt door de uitsmijters. Af en toe wel. Maar toch? Ik hoor als ze lange haar hebben, komen ze niet binnen. Als mensen een tintje hebben van een andere huidskleur, mag je niet binnen. Klopt hè? Ja, ik weet niet hoe het echt zit, maar ik word wel, ik zelf bepaald word terwijl er af en toe gewoon uitgepikt dan. Jij ook hè? Ja, ja. En wat ben je, Turks afkomst? Ik ben half Nederlands, half Turks. Half Nederlands, half Turks. Ja. En jij voelt je dan ook gediscrimineerd, toch? Ja, nee, behoeft dat allemaal niet. Ja, ik ben gewoon. Maar toch is het wel. Ja, het toch is wel rot, weet je. Ik ga meestal met Holland, soms staat erbij. En volgens wordt je dan gebeurt er iets. Gast, en dan word je wel. Je bent gewoon Hollander. Ja, ik ben hier geboren en nationaliteit is het Nederlands, maar en dan zeggen ze vervolgens, jij hebt het weer gedaan. Terwijl je het probeert op te lossen. Ik ga gewoon verhalen halen. Wij kijken of we dat op kunnen lossen, toch? Ja, hey, fijne avond man, tik hem aan. Rustig gaan. Hey, rustig gaan jongens. Maar die had mij een verhaal te vertellen eigenlijk over de situatie wat gisteren gebeurd is. Het was een vriend van hem en hij kan het beter uitleggen. Want volgens hem is ook die jongen naar buiten gegooid en zijn ze met vijf man zijn ze op die jongetje tekeer gegaan als een stel gekken. Ja, hij is naar buiten gegooid en zijn ze met vier, vijf man zijn ze erop gegaan. Is die vader gekomen om op te halen, is zijn verhaal komen halen. En ja, toen is het ook uit de hand gelopen en is hij ook met een shakl op zijn hoofd geslagen. En die had nu twee hechtingen. Ja, dat klopt. Ik heb ze gezien, ik heb de foto's gezien, maar wat vind je ervan? Ja, ik vind het niet normaal. Je komt hier gewoon leuk uitgaan. Dan moet je niet, geen probleem gaan maken. Sowieso niet gaan slaan met een zaklamp. Maar het lijkt mij, als je feest hebt natuurlijk, en zoals je ouders laten jou gaan, weet je, de meerderheid van de ouders laten de kinderen hier naartoe gaan met een veilig gevoel, hè. Ja. Open het uit, mensen het gewoon op een normale manier doen. Het lijkt mij, als je een pasje hebt natuurlijk om hier bij de deur te mogen staan en op kinderen, wat in principe horen ze eigenlijk, is het de grote oppasclub hier. Ja. Maar geen boksvereniging. Klopt. En dan vind ik het niet normaal dat hier staan waar die kinderen hier allemaal staan. Ja, en hoe luister, we zijn allemaal pubers, zijn allemaal vervelend. Jij bent ook vervelend. Ja. Dat zijn we allemaal natuurlijk, toch? Ja, klopt.
maar dan hoor je gesprekken voeren met zo'n iemand. Of je hoort er even twee tussenuit te halen, gesprekken voeren. Jongens, zijn ja, niet lekker de deur te pakken op de grond te werpen. Ja, dat vind ik sowieso nergens op slaan. Als je ouders dat bijvoorbeeld hoort, waar gaan ze dan niet wel denken waar je heen gaat? Dan gaan ze je ook niet meer daarheen laten bijvoorbeeld. Maar voel je je nog wel veilig hier? Ja, zeker wel, maar bewaakt als ze te ver gaan dan... Ik ken je wel, je bent de stiefvader van Luciano, als het goed is. Ja, jongen, Mattie van mijn stiefzoon, jongen. Snap het? Je weet toch? Ben gewoon zijn Mattie. Kijk, daar hebben we er al een paar staan. Dus we gaan even kijken of we wat vandaan kunnen halen. Mannen, komen jullie vaak hier? Ja. Ja? Hoe is het hier? Leuk. Met de huismeid? Huh? Leuk je ruzie? Nee? Nee? Ga, dat valt nog mee, toch? Meneer, mag ik eens vragen? We zoeken Frans Derks. Wat doe je dan? Ik ben nu met mijn werk bezig niet even. Kunnen we hier zo even spreken? Ja, als de rij weg is, kan ik niet spreken. Hartstikke, ja, maar weet je hoe groot die rij is? Ja. Maar je hebt zo wel even tijd, toch? Nee, ik doe dit werk. Nou, maak me zo even tijd voor ons, toch? Ja, is goed. Joh. Hartstikke fijn. Kijk, hij is toch even zo maar slik om toch even voor ons te gaan voor tijd te maken. Dit is zeg van, hey, weet je wat? Wij nemen gewoon tijd voor jou. Dus we doen zo meteen een hele van de lang, maar weet je wat? Van ouders. Dus we zien natuurlijk in al Facebook voorbij komen van is het nou een carnaval, is het nou een discotheek of is het nou letterlijk en figuurlijk gewoon een boksgala waar de ouders gisteren en de kinderen gisteren betrokken zijn geraakt. Want er blijkt dat de jongen van 15 is hier naar buiten getrokken door personeel van nu. Wat beweerd wordt, waar we ook eigenlijk waar we ook beelden gezien, waar we ook van de jeugd die het op hebben genomen gezien en ook foto's hebben eigenlijk tot beschikking. Dat er een jongetje van 15 jaar letterlijk op 5 portiers naar buiten wordt gegooid of een grond wordt geslingerd en dat de vaderverhaal komt halen met een mek uit zijn hoofd wordt geslagen. Wat is daar je antwoord op? Om te beginnen, die jongen waar je het over hebt is 17 jaar. En nou goed, die jongen heeft binnen iets gedaan wat niet mocht en daar is hij door mijn personeel op aangesproken. En nou goed, dan is hem ook het verzoek medegedeeld om ons pand te verlaten. Dat heeft hij geweigerd. Maar goed, dan hebben we natuurlijk ook borg staan voor de veiligheid van al mijn andere gasten. Dus hebben we hem toch naar buiten gebracht. Maar goed, ik ben nu met die mensen in gesprek, dus die hebben mij vanmorgen weer gebeld en ik ken deze mensen. Dus ik verwacht dat we daar dadelijk wel op een andere manier allebei een beetje begrip die situatie. Ik heb toch de vader gesproken en die vader zegt toch heel duidelijk tegen mij van luister eens, ik wil geen gesprek meer met ze voeren. En ze zijn eigenlijk alle eentje aan elkaar knopen om er eigenlijk een goede daglicht te zetten. Want er wordt ook heel duidelijk gezet dat eigenlijk dat wat jij hebt gezegd van luister eens, jullie worden toch niet geloven, wij worden eerder geloven als dat jullie geloven. Zo'n opmerking zal ik nooit maken. Die opmerking heb ik al gehoord. Ook in een opname. Of geroepen. Door mij? Door u? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nou, mijn personeel is niet verantwoordelijk voor dit bedrijf. Dat zijn wij. Dus even opletten wat je daarin dan roept. Dus wij roepen niks, we horen het. Nee, oké. Okay. Nou goed, maar in ieder geval wel goed kijken dan wie het dan roept. Dus, want u suggereert nu dat ik iets geroepen heb. Nee, ik suggereer niks. Ik zeg alleen wat ik hoor op een opname. Ja, maar goed. Dan moeten we ook kijken wie dat dan zegt. Dat is dan even belangrijk. Dat gaan we doen. Precies. Dan kijk ik er maar eventjes naar. Nou goed, wij hebben hier natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. En, dat is begrijpelijk. Nou goed, dan is het natuurlijk logisch dat als een keer 2000 man die schik hebben van één man wat de fietsbal leeg laten lopen, dan hebben we het daarover in de media. Nou goed, tegenwoordig met de social media kan het allemaal heel snel gaan. Wij moeten natuurlijk een groot aantal controles uitoefenen. Leeftijd, drank, kleding, wapens, drugs, al dat soort dingen. Dus we hebben wat dat betreft een hele grote verantwoordelijkheid te dragen. En die nemen wij ook.
En dan heb je natuurlijk altijd mensen die het nog veel beter weten, maar die staan vaak heel ver van de praktijk af. En mensen die in de praktijk werken weten waar het hier over gaat. En ja, nou goed, dus natuurlijk de aantallen zijn groot met dit soort dagen. En dan moet je gewoon zorgen dat je gewoon volgens je dingen allemaal doet. En dat proberen wij naar eer en geweten te doen. Dat snap ik. En natuurlijk vinden heel veel ouders, laten de kinderen natuurlijk hier naartoe gaan en die hopen dat het een veilig gezin is. Ja. Maar als je dan zo'n verhaal te horen krijgt, maar dan denken we hem echt van, nou wat u zelf zegt, luisteren zijn vast. Als je met de fietsband leeg gaat lopen, mensen zeggen op de social media, dat 2000 mensen bij zijn plak van eigenlijk appels van peren gaan maken. Maar ik heb wel zoiets van, als mijn kind op hier naartoe gaat, en wordt dat tegen de buitengezet. Al is ze 5, al is ze 17, al is ze 21. En dan wordt de buitengezet 5 van de medewerkers. En er wordt verzocht om de trein te verlaten en de jongeren toch nog zijn verhaal halen. Om hem daarna nog een keer naar de grond te werken en met een stalen neus op zich te werken. Ja, maar goed, kijk, dit is natuurlijk het verhaal van één kant. Ik ga daar voor de rest inhoudelijk nu niet. Maar laten we heel eerlijk zijn. Het is nee, ik was een foto zien van iemand. Ja, nee, volgens mij was ik aan het praten. Of, u stelt mij een vraag en ik wil antwoord geven. Dus dan moeten we even uitlaten. Doe je verhaal. Oké, nou goed, dat vind ik heel fijn dat kan. Daarom kom ik ook hier voor de Kamer voor jou verschijnen. Als mensen zich niet aan de regels houden die wij stellen, de huisregels, dan moeten wij daar naar handelen. En nou goed, dat is dan natuurlijk wel eens dat het vervelende consequenties heeft. Maar ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheden. Mensen hebben allemaal het recht om klacht tegen mij in te dienen of naar instanties te gaan waar zij zich op kunnen beroepen. En als dan het onderzoek blijkt dat wij fout zijn geweest, zullen we dat zeker wel horen. En als dat niet zo is, dan, want dat heeft natuurlijk het verhaal alleen van één kant gehoord. Natuurlijk. Nee, precies. Dus dan zullen we dat ook wel merken. Nou, in ieder geval fijn dat u toch voor de Kamer wilde verschijnen, was maar voor heel even. We hebben natuurlijk lang genoeg gewacht. Maar we wachten het onderzoek gewoon even af, want er is blijkt dat er toch aangifte is tegen u en tegen uw personeel. Dus we wachten nog even af de situatie van hoe wat. En ja, stel dat jullie dan toch verkeerd zijn, hoop dat het toch niet meer gedaan wordt. Ja. In ieder geval wil ik u toch hartelijk bedanken voor het komen uit voor de Kamer. Ja. En, alles nog even.